Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Ziggo Live hier vanuit Club Ziggo te Amsterdam. Er staat vanavond een hele fijne band op de planken. En ik vraag me tegelijkertijd af, heeft deze negenkoppige formatie uit Amsterdam nog wel een introductie nodig? Jungle by Night, zo heten ze. Ze zijn al een jaar of vier bezig en ze hebben afgelopen vier jaar zeker bewezen een formatie van formaat te zijn. Mede dankzij hun niet te missen live act met een bijzondere opvallende mix van Everbeat, funk, soul en jazz. Dat belooft zeker een mooi feestje te worden hier straks op het Ziggo Live podium. Maar vanmiddag had Jan Douwe eerst een gesprek met Bo en Co. Het lijkt me zo lastig om dan een consensus te vinden. Als je beïnvloed weet door zulke grootheden uit de muziek, ja. Hè? En daarin je eigen ding van te bakken. Ja, ja, toch lukt dat. Ja. En waar lukt het best, vind je zelf? Hoe gaat dat? Ik kan me voorstellen dat het live beter is dan een plaat. Ja, maar het is vooral een soort gevoel, denk ik, wat we allemaal hebben of zo. En het is echt iedere keer weer anders. Ook in de studio, zeg maar, we maken alles met z'n negenen in de studio. Een soort van al jammend en daar een soort van vormen in proberen te vinden. Dat is heel, heel intensief in principe. Want iedereen, weet je wel, er gaan negen meningen over één nummer. En zo duurt het soms heel lang en soms is het ook in één keer gewoon daar. We hebben het in één repetitie een heel nummer al af. En eigenlijk is het wel dat we per nummer weer nieuwe dingen vinden. Een mooi nieuw product maken, veroorzaken. Ja, en iedere keer is dat eigenlijk ook weer anders. Iedere keer is dat gevoel weer anders. Ja. We gaan vooral door totdat iedereen het nummer ook echt voelt. Ja. Dat iedereen zijn eigen partij, dat hij daar tevreden mee is.